Goedemorgen. 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 Durf je het aan als ik voor je ga zingen, of niet? Als jij dat wil, mag ik voor me zingen. Oké. Nou ja, ik wil het heel graag, maar ik kan me zo voorstellen. Nou ja, goed, je gaat het zo meteen horen, dan weet je waarom. Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria. Ja, ik kan het zingen beter in jou overlaten. Nee, verder moet maar niet. Gefeliciteerd, Bauke Scholten! Dankjewel. Goedemorgen. Nou, goedemorgen. Hoe gaat het met je? Naar omstandigheden goed, maar het is nog wel een lange weg te gaan, zeg maar, om weer helemaal op krachten te komen. Ja. Ja. Dus dat is wel even... Maar ik ben blij dat ik gewoon weer thuis ben. En ik heb echt, 3 hectische weken meegemaakt, dat je vertelt. Ja, ik las sowieso al iets. We hebben natuurlijk een beetje contact gehad op de achtergrond, maar jij hebt 3 weken lang ook op bed moeten blijven liggen, Bauke. Ja, ik heb gewoon 3 weken gewoon helemaal plat gelegen. Zo. Dus daar verlies je echt enorm veel kracht ook. Ja. En ook nog eens een keer met alle omstandigheden erbij. Dan moet echt wel even weer opkrabbelen, zeg maar. Ja, ja. Nou ja, we weten natuurlijk, hè, je bent altijd heel druk. In alles willen doen. Hè, dus eigenlijk liefst 28 uur, 24 uur op een dag steken. Maar dan plat liggen, dat is natuurlijk ook een hele uitdaging. Hè, want je eigenlijk wil je gewoon weer... Je hebt natuurlijk ook 2 zonen waar je ook het liefst... weer even mee op pad wil of even een balletje trappen of iets dergelijks. Dus dat lijkt me ontzettend, al ontzettend zwaar. Nou, het is gewoon, je kunt op dat moment dat je daar ligt, kun je niks. En je weerstand is natuurlijk laag en noem alles maar op. Dus je bent gewoon, je bent heel kwetsbaar natuurlijk. Ja. En ik vind het gewoon bijzonder, bijzonder erg om dan bijvoorbeeld ook nog eens een keer alle optredens moeten afzeggen, weet je wel. Dus dat, ik bedoel... Je wil het liefst gewoon op het podium staan en de mensen vermaken. Maar dan weet je gewoon van, ik moet gewoon nu even de tijd voor mezelf nemen. Ja. En dat is nu ook het geval. Het kan echt wel even duren voordat ik echt weer helemaal de oude ben, zeg maar. Ja, voor de mensen die het gemist hebben, Bauke. Het is natuurlijk een tijdje geleden alweer. Maar jij bent gewoon opgenomen in het ziekenhuis. Dat had te maken met darmen, begreep ik, hè? Ja, weet je, darmperforatie is dat je een scheurtje in je darm krijgt. En op een gegeven moment is er eten vrijgekomen in mijn buikband. En, of tenminste, dat is gaan kleven aan mijn buikband. En dat is gaan ontsteken. En ik heb echt de laatste optredens die ik heb gedaan, heb ik met veel pijn gedaan. Ook koorts. Ik had koorts. En dat was niet normaal. Maar ik wilde gewoon op het podium blijven. En voor de mensen te staan. En mijn vader zei nog van, zeg het maar af, want zo kun je niet gaan zingen. Weet je wel, maar ik vind afzeggen vind ik het allerergste wat er is. Om mensen teleur te stellen en zo. Ik ben gewoon doorgegaan met alle gevolgen van nadien. Want toen ik dus in het ziekenhuis kwam, toen zei de dokter wel van... Je bent er net op tijd bij, zeg maar. Poeh, ja, moet je nagaan. Ja. Ja, nou ja, gelukkig was je er op tijd bij. En gaat het er nu dan weer ietsjes beter. Sinds wanneer ben je weer thuis, Bauke? Sinds gisteren. Sinds gisteren ook, oké. Nou ja, mooi dat je in ieder geval verjaardag lekker thuis kan vieren dan. Dat je ook zoveel mensen... We hebben hier ook dagelijks de vraag gehad... Hoe gaat het met Bauke? En dat jij ook zoveel brieven, post en... Ja, dat is echt ongelooflijk, weet je wel. De mensen die je steunen en de mensen die ook zeg maar, naar je optredens toekomen... en mensen die gewoon echt altijd achter je staan. Dat is echt zo lief. Ja. En ik heb echt enorm veel kaarten gehad. Ik heb echt dozen met kaarten gehad. En fruitmanden en cadeautjes. Ik bedoel, dat hoeven die mensen normaal niet te doen. Ik bedoel, het is zo lief dat ze dat doen. Ik moet zeggen, daar haal je gewoon heel veel steun uit. En dat maakt je ook weer, dat je weer meer kracht krijgt daardoor, snap je? Ja, ja, de mensen denken aan je en het zijn de vitamines sowieso met een boodschap, maar ook met fruitmanden compleet. Ja, nou ja, dat is natuurlijk hartstikke lief dat mensen zo om je denken. Zeer zeker weten. Ja. En een andere collega van mij die ligt nu ook nog in het ziekenhuis, dat is Chris. Ja. En die wil ik via hier ook even heel veel beterschap wensen. En ik hoop dat hij echt ook, want die is ook echt heel erg eraan toe, zeg maar. En ik weet niet hoe het nu met hem is, maar ik wil hem wel heel veel beterschap even wensen via hier.
Ja, ik kreeg ook bericht van Chris inderdaad dat het nou ietsjes beter gaat. Volgens mij stuurde hij gisteren nog een berichtje. Dus ook daar gaat het gelukkig weer beter mee. Dus hartstikke blij. Nou, ik kan je verjaardag een beetje vieren met familie vandaag, vrienden? Wat, heb je wel iets wat je kan doen om het een beetje te vieren? Ja, ik ga wel met mijn kinderen en met mijn ouders even een stukje gebak eten en zo. Maar het zal niet zo verjaardag zijn als normaal natuurlijk met alles erop en eraan. Nee. Ik ben heel blij dat ik gewoon thuis mag zijn. Ik heb net een heel mooi cadeau gekregen van mijn familie. Hebben ze net afgeleverd. En weet je wel, dat je gewoon die steun krijgt ook weer van je familie en zo. Dat doet je gewoon zo goed. Ja, mooi man. Mooi. De juiste mensen om je heen. En hopelijk krabbel je snel weer op en mag alles snel beter gaan. Wens je in ieder geval namens het hele team van Radio Continu een hele mooie verjaardag. En ik denk dat we Fire Down Below lekker erin gaan knallen. En hopen jou snel weer op het podium te zien. Maar ik denk dat jij die wens nog harder hebt, denk ik. Ik hoop heel snel weer op het podium te mogen staan. En dat ga ik ook mijn uiterste best voor doen. Voor de fans en voor... voor de mensen die de kaartjes hebben gekocht voor de theatershows en zo. Dus dat ga ik mijn best voor doen. Maar beloof wel, Bouke. Denk wel om jezelf ook. Zeer zeker weten. Ik moet ook wel, want de dokter ook wel gezegd. Je moet echt aan jezelf denken. En als je te snel begint, dan kun je er echt wel van terugkomen, weet je wel. Dus we gaan ons best doen. Topper. We zien elkaar snel en een hele fijne verjaardag gewenst voor vandaag. Dankjewel, jongen. Dankjewel. Hoi, Bouke. Hoi.